dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie mijn everyday make-up routine. Dus ik laat jullie in deze video zien wat ik elke dag gebruik voor make-up. En hoe het er dan op mij uitziet. Dus ben je daar benieuwd naar? Doe dan alvast een duimpje omhoog. En dan gaan we gelijk beginnen met de video. Oké, guys. Zoals jullie kunnen zien heb ik op dit moment geen make-up op mijn gezicht. En ik ga gelijk beginnen. Ik ga allereerst mijn haar eventjes vastklippen. Want ik wil niet dat dat in de weg zit. Mijn haar zit nu vast en ik ga allereerst beginnen met een primer. En dit is een primer van LA Girl. Ik gebruik de laatste tijd best wel heel erg veel primer. Want mijn huid is de laatste tijd wat droger. En ik heb een beetje het gevoel dat dit dan een soort van, ja, alsof die schilfertjes hierdoor een beetje worden verminderd. En dat het allemaal één egale basis is. En ik heb vooral droge plekken rondom mijn kin en bij mijn neus. Dus dat is ook eigenlijk de enige plek waar ik het ga aanbrengen. Dan ga ik verder met foundation. En deze is echt mijn favoriet de afgelopen tijd. Dit is de LA Girl Pro Coverage High Definition Foundation. En ik ben in de kleur Fair. Maar hij is zeg maar net nog even iets te donker voor mij. Want het is winter, dus ik heb bijna geen kleurtje meer van de zomer. Maar daarvoor kan ik deze witte foundation gebruiken. En hiermee kun je hem zeg maar zelf op kleur maken. Dus dat ga ik doen. Ik ga allereerst beginnen met mijn eigen kleur. En om dan nog meer mijn kleur te maken, ga ik er een beetje wit doorheen doen. Ik heb er echt ontzettend weinig doorheen gedaan. En zoals je kunt zien is de kleur al veel lichter. Dus je hebt heel erg weinig nodig. Deze breng ik dan aan met mijn vingers. Ik heb de foundation overal op mijn gezicht aangebracht. En nu ga ik het uitblenden met deze kwast. Ik heb deze geloof ik een keer besteld op een soort van AliExpress webshop. Of ja, ik weet het echt niet eens meer. Ik heb hem al heel erg lang, maar ik vind hem echt ontzettend fijn. En hiermee buff ik gewoon eigenlijk de foundation in mijn huid. Ik neem ook altijd mijn oren mee, want het verschil kan nog best wel groot zijn. Ook mijn oogleden. Eigenlijk heb ik niet echt foundation nodig, maar zoals jullie misschien net zagen, ik heb van mezelf best wel rode wangetjes. En ik vind dat eigenlijk altijd wel mooi om even weg te werken. De foundation zit erop, dan ga ik nu verder met concealer. En dit is de Liquid Camouflage High Coverage Concealer van Catrice. En deze gebruik ik echt ontzettend lang. Ik heb toevallig gisteren nieuw gekocht. Dus ik moet hem nog even openmaken. Kijk, hij is helemaal nieuw. Super fijn. En dit breng ik eigenlijk alleen onder mijn ogen en op mijn kin aan. En dan ga ik het uitblenden met een hele nieuwe beauty blender. Oh, hier hou ik echt van. Foundation en de concealer zitten erop. Dan ga ik nu verder met poeder. Deze is van Babor. Ook deze gebruik ik echt al een ontzettend lange tijd. Dit is de Camouflage Fixing Powder. En dit is zeg maar zo'n witte transparante poeder. Het is wel een losse poeder, dus je moet hier wel voorzichtig mee zijn. Want je doet al snel te veel. Zo. De basis is nu gelegd en dan ga ik nu weer een beetje vormen mijn gezicht terugbrengen, want het is nu allemaal wel een beetje bleekjes. Als jullie mij al een langere tijd volgen, dan weet ik dat ik echt groot fan ben van de Ethos Contour Powder. En dit ga ik eigenlijk aanbrengen met een hele oude kwast van het kruidvat. Het is gewoon eigenlijk een schuin afgesneden kwast. Ik vind dit echt zo ontzettend fijn werken. En ja, ik breng het eigenlijk gewoon een beetje globaal aan. Niet heel precies, ook een beetje langs mijn voorhoofd. Gewoon even weer wat kleur in mijn gezicht brengen. Ook een beetje langs mijn neus en meestal ook op mijn oogleden. Dan ga ik verder met highlighter en dit is mijn favoriet. Dit is de MAC highlighter in Soft & Gentle. Ik heb deze serieus al 3 jaar en ik heb gewoon nog steeds geen pen geraakt. En ik gebruik hem gewoon echt elke dag. Het is echt insane. Oh, en dit breng ik trouwens aan met een kwast van NYX. Hele fijne waaierkwast is dit. Dan ga ik verder met fixing spray en degene die ik op dit moment toevallig gebruik is die van MUA, de Pro / Base Fixing Spray. Ik doe het eigenlijk altijd na mijn poederproducten, dat vind ik eigenlijk altijd fijnst. Dan heb ik dat maar gedaan, want als ik aan het einde dat doe dan zakken mijn wimpers nog wel eens uit. En dat vind ik dan minder mooi. En dit ga ik dan even inblenden met mijn beauty blender, zodat ik al het overige poeder weghaal. Ik heb de camera even wat ingezoomd zodat jullie beter mee kunnen kijken. Aangezien ik nu verder ga met mijn wenkbrauwen en met mijn wimpers. Hier krijg ik zelf wel altijd heel erg veel vragen over. Dus ik vind het leuk om dit nu aan jullie te laten zien. Ik ga allereerst mijn wenkbrauwen doorborstelen met dit spoeletje van Ardell.
Als ik mijn wenkbrauwen dan nu borstel, dan borstel ik ze ook gelijk in de goede vorm hoe ik ze getekend wil hebben. Dus dat is ook heel erg belangrijk. Wat ik nou eigenlijk voor mijn wenkbrauwen gebruik is eigenlijk wat ik altijd al heb gebruikt. En dat is het Catrice Eyebrow Setje. Ik gebruik nog steeds lichte kleur, maar hij valt nu een beetje uit elkaar. Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn. En ik ga dit aanbrengen met een Bougie Brush van Bougie Shop. Ik heb toevallig ook echt vandaag een puist in mijn wenkbrauw. Dus het ziet er niet heel netjes uit, maar ik doe mijn best. Ik probeer het echt zo natuurlijk mogelijk te houden. Dat vind ik de laatste tijd echt heel erg mooi. Ik heb heel erg lang mijn wenkbrauwen niet geëpileerd omdat ik één keer naar een schoonheidsspecialist ben geweest. En toen was het helemaal kaal geplukt en vanaf dat moment heb ik dus gewoon niet meer mijn wenkbrauwen geëpileerd. En dan krijg je dus wat vollere wenkbrauwen. Als je mijn video's terugkijkt, ik denk van 3 jaar geleden, dan zie je wel dat mijn wenkbrauwen er echt niet uitzagen. Misschien kan ik wel een keer een video maken over dat ik reageer op oude video's of zo. Tijdens het tekenen probeer ik ook even tussendoor te borstelen om het wat natuurlijker te maken. En ik probeer ook heel erg mijn wenkbrauwen te vergelijken. Hoe het er aan de ene kant uitziet, zodat ze wel een soort van gelijk zitten. Dan ga ik verder met een wenkbrauwgel die er echt zo vies uitziet. Misschien moet ik hier ook gewoon een nieuwe van kopen. Maar ja, ik vind hem wel heel erg fijn. Dus daarom gebruik ik hem ook zoveel. En eigenlijk wat ik doe met mijn wenkbrauwen, ik kam ze aan het begin omhoog. En dan de rest een beetje naar beneden. Zo. Geeft wel echt een heel erg natuurlijk effect. En ik vind het ook mooi als je nog je eigen haartje een beetje kunt zien. En dat vind ik dus het fijne aan poeder. Het ziet er gewoon heel erg natuurlijk uit. Wat ik nu ga doen, ik ga nu verder met mijn wimpers. En dit is de ene laatste stap. Eigenlijk heel erg simpel is mijn routine. En hij is ook niet heel erg veel veranderd ten opzichte van de vorige. Alleen de producten zijn een beetje veranderd. Ik krul allereerst even mijn wimpers. En dit doe ik gewoon met een wimperkruller van de Hema. Voorheen deed ik dit nog wel eens met een aansteker om het warm te maken. Maar ja, toen verloor ik volgens mij best wel heel erg veel wimpers. Dus daar ben ik mee gestopt. En mijn tip om je wimpers het beste te laten zitten en omhoog te laten staan is waterproof mascara. Zelf gebruik ik altijd de Miss Baby Roll mascara. Ik vind deze echt zo ontzettend fijn. Ik gebruik deze ook echt al heel erg lang. En ja, ik krijg altijd heel erg veel vragen over ja, hoe doe je je wimpers zo mooi. Welke mascara gebruik je? Nou, eigenlijk gewoon met elke waterproof mascara kan je wel dit resultaat bereiken. Zelf vind ik wel van die harde siliconen borsteltjes wel wat fijner in plaats van die harige. Wat ik ook heel erg fijn vind om te doen is er doorheen te gaan met een lege mascara borsteltje om eigenlijk even de klontjes eruit te halen. Dit geeft echt een super mooi en natuurlijk effect. En dan haalt hij ook gewoon even gelijk de wimpers uit elkaar. Ziet er gewoon veel beter uit, vind ik. Mijn onderwimpers doe ik eigenlijk precies hetzelfde. Alleen trek ik dan een heel raar gezicht. Zelf knoei ik altijd best wel veel met mijn mascara. Maar dat kun ik gewoon weghalen met een wattenstaafje. Zo. En dan het laatste wat ik meestal doe voor mijn make-up look is lipbalsem. Ik heb laatst deze gekocht bij de Ethos. En deze is zo ontzettend fijn. In de winter heb ik altijd heel erg veel last van droge lippen. En dit is eigenlijk de eerste lippenbalsem die hier echt tegen helpt. En hij ruikt ook nog eens heel erg lekker. Zo. Ja guys, dit is dan de make-up look. Dit is wat ik ongeveer elke dag wel op mijn gezicht heb zitten. Ik doe er ongeveer een kwartiertje 20 minuten over. Niet heel erg lang volgens mij. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vond je het leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ook zou ik het leuk vinden als je hieronder een reactie achterlaat. Dan zou ik hem proberen om te beantwoorden. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je in de volgende weer. Doei!